Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De zon probeerde het vandaag wel. En op sommige plaatsen lukte het ook. Zag het er vriendelijk uit. Maar vaak hadden toch ook weer die wolkenvelden de overhand. Dat zien we goed op de satellietfoto. Nederland in het algemeen toch vrij veel bewolking. Met wat opklaringen in het zuidwesten van het land. Maar ook in delen van Limburg en soms zelfs ook op de Wadden. En die wolken waren af en toe ook nog wel dik genoeg voor een spatje regen of motregen. Maar grote hoeveelheden neerslag hadden we niet. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Meestal ook wel tamelijk bewolkt, maar hier en daar komen er gewoon nog wel wat opklaringen voor. En het koelt af naar een graad of 6. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. Um, we hebben te maken met opklaringen, een paar. Er kan wat nevel of een mistbank ontstaan en meestal is het toch echt bewolkt. Helemaal droog zal het niet zijn in Nederland, maar de neerste hoeveelheden zijn zeer beperkt. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we ook over het algemeen droog weer. Misschien in het binnenland nog een laatste buitje. Vrij veel wolkenvelden naar het oosten en een klein beetje zon. En wat meer naar het westen, duidelijk meer ruimte voor wat zon tussendoor. En dan is het wat vriendelijker. Een matige noordelijke wind waait er en het wordt 8 tot 10 graden. Nou, die temperatuur gaat de komende dagen wel omhoog. Zeker op zaterdag gaan we dat merken. Dat is de laatste dag daarover zometeen meer. Eerst de donderdag met een beetje zon. Een enkel buitje. En vooral in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend gaat het harder regenen. Vrijdag in de middag klaart het van het westen uit alweer af en toe op. En schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt zowel donderdag als vrijdag 9 tot 10, misschien 11 graden. Maar dan de zaterdag. Dan steekt er een stevige zuidenwind de kop op. Langs de kust zelfs vrij krachtig windkracht 5. En met die windrichting wordt lucht. Aangevoerd en dan kan de temperatuur best wel eens een keer aan 15 graden komen. Met een beetje zon, ook met sluierwolken dat wel. En die sluierwolken worden later op de dag dikker, en voorbode voor meer regende dagen die volgen. De temperatuur nog even op rij voor de dagen na zaterdag. In eerste instantie rond of net boven de 10 graden. En het lijkt erop dat we in de periode die volgt heel voorzichtig een licht stijgende lijn zien in de maximumtemperatuur. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.